Als u goed kijkt, ziet u hem zijn sigaar aansteken. Leo Beenhakker, de technisch adviseur die zich vandaag op de achtergrond hield. Want alle aandacht was voor de trainer, Mario Been. Zijn aanstelling deed de vrees voor nog zo'n dramatisch seizoen als het vorige veranderen in hoop op betere tijden. De volgende stap is vertrouwen op successen. De fans hunkeren ernaar. Hoe voelt het om verlosser te zijn? Verlosser? Ja. Nou, ik vind die benaming iets te ver gaan. Ik hoop dat ik bij Feyenoord weer mijn steentje bij kan dragen dat weer met wat meer respect over deze club gaat gesproken worden. Maar jij voelt toch ook dat iedereen aan jou hangt, aan jouw lippen hangt? Nou, dat is overdreven. Maar ik moet zeggen dat het onthaal ongelooflijk mooi was. En ik heb dit al een paar keer meegemaakt als speler, als assistent trainer. Maar nu als hoofdtrainer geeft dat toch wel iets meer een bepaald gevoel. Ontroering of zoiets? Nou, ontroering is misschien wel het juiste woord. Ik moet zeggen dat er best wel iets door me heen ging, ja. Ja, dus moet hier gewerkt worden? Er moet zeker gewerkt worden. En dat is ook verteld in het beginpraatje door Leo Beenhakker en mijzelf. Kijk, dit is een ploeg dat niet troosteloos ergens in een rechte rijtje mag hangen. Of hetgeen waar we de laatste jaren gepresteerd hebben. Dat is duidelijk. Deze ploeg, daar moet je winnen. En daar moet je dus elk jaar meedoen, minimaal om Europees voetbal. Maar met welke spelers moet dat gebeuren? Vandaag stonden er 18 op het veld. De rest haakt later aan. Giovanni van Bronckhorst, Giorgino Wijnaldum, Leroy Fer, Diego Biseswar en Karim El Amadi. Dat soort namen. Maar hoe gaat zijn selectie er precies uitzien aan het begin van de competitie? Weet Been dat al? Nee, dat is duidelijk. We hebben tot nu toe alleen Dani Fernandes erbij. En wat verandert in de medische staf. En er zijn al 35.000 seizoenkaarten verkocht. Dus kun je nagaan wat we doen als we nog echte versterkingen bij gaan halen. Dan moet er een ring op het stadion bij, maar... Nee, we zijn wel bezig. We willen ons zeker nog versterken achterin, centraal. We willen nog zeker een aanvaller erbij. We zijn bezig nog misschien om een keeper te halen. Maar dat is afhankelijk van wat er voorhanden is. En mocht er niks komen als keeper, dan gaan we gewoon met deze drie jongens aan de gang. En dan moeten deze maar bepalen wie de beste is dadelijk op 2 augustus. Nu Henk Timmer geen Feyenoorder meer is, zijn er 3 keepers over. Erwin Mulder, Darly Ramon Torres en Rob van Dijk. Als er nog een andere keeper bij komt, moeten er financiën zijn. Maar zijn die er? Er is wat geld voorhanden, ja. Maar de exacte bedragen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er een x-aantal mensen bereid zijn om ons van geld te voorzien om ons te versterken. Ja, maar dat zijn ook substantiële bedragen of is dat kleingeld? Dat zijn dagen bij dat ik het niet in mijn zak heb zitten in ieder geval. Nee, dat zijn goede bedragen. Maar nogmaals, ik denk dat dat maar vragen moeten zijn voor de mensen van de hoge hand. Maar is genoeg geld om ons echt te versterken. De enige aankoop die Feyenoord tot dusver heeft gedaan is Dani Fernandes. Die met Mario Been van NEC meekwam. Maar het verlanglijstje van de trainer is langer. En er zijn steeds nieuwe geruchten over externe geldschieters. Omdat er vorige week ook weer zo'n verhaal verscheen dat er hier weer iemand voor de poort stond met 40 miljoen. Ja, maar als die daar had gestaan had ik nu open gedaan. Maar dat, ik heb ook die verhalen gelezen. Ik was in Spanje op vakantie en dat heb ik ook gelezen, maar... Dat is door het bestuur aan mij niet bevestigd, die bedragen. Dus wat dat betreft weet ik daar niks van. Ik weet wel dat er echt mensen zijn die bereid zijn om ons financieel te helpen om ons echt te versterken. Nou, succes dit jaar. Dankjewel. Want succes zal Been nodig hebben. Vandaag was hij de verlosser. Morgen ook nog. Maar in augustus moeten er resultaten komen om het legioen tevreden te houden. Draai even terug, man. Met Been op de voorgrond en Beenhakker op de achtergrond hebben ze in Rotterdam goede hoop.